Op dit moment staan we midden in de repetitie van het koor Hislaf. 60 jongeren uit Trinidad. Het zijn allemaal studenten van de University of the Southern Caribbean. Die de komende dagen, zaterdag en zondag, twee hele mooie concerten gaan geven. Het eerste concert is zaterdagavond. Om 8 uur 's avonds in Theater Thalia. Daar hebben we een gospel show, familie gospel show. Echt iedereen, het hele gezin moet er naartoe komen. Het is 30 SRD een kaartje. Er zijn gastoptredens van onder andere Joanne Blackman. Bisschop Steve Meyer gaat ook solo zingen. Maar ook het koor uit Suriname, Redeemed. Dus het koor uit Trinidad, dat is echt special guest. Dat wordt echt gewoon een hele feestelijke voorstelling. Het concert van zondag aanstaan, dat heeft een totaal ander karakter. Dat is echt iets meer voor het kunstconcertpubliek. Prachtig repertoire. Grootdeels bestaat het repertoire uit nieuwe spirituals en klassieke nummers. Het concert draagt de titel Great is Thy Faithfulness. In deze periode van het jaar is het zeer verrijkend hoor, om iets met podiumkunst, met toonkunst te doen. We zijn heel erg druk bezig met politiek en een hoop action en zo. En dan is toonkunst echt iets rustgevend en balancerend. Zorgt voor wat balans in ons zijn, in ons mens zijn. Dus het is zeker aan te bevelen, zaterdag voor het gezin, voor jongeren, om naar het concert te komen in Theater Thalia om 8 uur 's avonds. Dat concert voor zondag is een beetje ander repertoire, ook voor jongeren hoor, maar het is iets meer kunstmuziek. Echt aan te bevelen zo in deze periode van het jaar. Mooi Pasen.